Onze laatste video van het jaar. Deze wil je zien hoor. En uitkijken, want we hebben een verrassing voor je. Hey, Erwin hier van Bride. Ons volledige jaaroverzicht kun je teruglezen op bride.nl. In deze video blikken we ook terug op 2019, maar dan in beeld. En wat een jaar is het geweest! Laat ons rijden! We vegen ze van de kaart. Want Apple Pay is er. De eerste echte valpartij met een elektrisch voertuig. Om met ons aller primo gizmo te beginnen, de smartphone. Samsung verraste begin dit jaar vriend en vijand met zijn vernieuwde Galaxy A-lijn. Hele solide smartphones tegen scherpe prijzen die de Xiaomi's, Nokia's en Motorola's het nakijken gaven. Er ploppen steeds nieuwe fabrikanten op en die toestellen worden ook steeds beter. Ja, dan moet je natuurlijk zorgen dat je je onderscheidt van de rest. En dat gaat Samsung doen met deze A-serie. De A40 staat nog steeds in onze koopgids Bright Stuff, waar wij allerlei producten aanraden. En wat dacht je nog van die A80 met die lijpe draaicamera? Een uitschuifbare camera! En die camera die draait! Ja, vervolgens was het opnieuw Samsung dat de show stal met de aankondiging van de Galaxy Fold. Woehoe, fout telefoons, helemaal lijp. Zo, daar zit erin hoor. Dankjewel. Het is vooralsnog de enige vouwtelefoon die dit jaar is verschenen, al zijn er meer onderweg. Zo gaat in januari verwachten we de Motorola Razr. En gaat Samsung in februari naar verluid een clamshell aankondigen met een vouwscherm. En waar blijft toch die Mate X van Huawei? De journalisten die vlogen als bijen naar de honing toe om een fotootje te maken van die nieuwe opvouwbare telefoon. Die achter een heel lelijk plexiglas zeiltje stond. Ja, over Huawei gesproken, dat heeft een pittig jaar achter de rug, op z'n zacht gezegd. Spionages, intriges, de arrestatie van een topvrouw. Ja, schrijf het een beetje smeuig op en je hebt een dijk van een hitserie. Maar het is gewoon realiteit. En dat hele gedoe rondom Huawei gaat gevolgen hebben voor onze wereld van morgen. Als voornaamste tech-slachtoffer van de handelsoorlog tussen China en de VS... kan Huawei geen volledige Android meer op zijn smartphone zetten. Ja, waarmee het merk in één klap eigenlijk niet meer zo interessant is voor de meeste mensen. Tot China reageert natuurlijk. Want wie harde klappen uitdeelt, kan harde klappen terugverwachten. Chinese concurrenten als Oppo, die niet op Trump's shitlist staan, ja, die spinnen de garen bij. Verder was 2019 voor smartphones vooral het jaar van de ultra-wide cameralens. Van de Galaxy S10's begin dit jaar tot aan de nieuwe iPhones 11 dit afgelopen najaar. Allemaal zijn ze voorzien van zo'n fijne groothoeklens. Het is trouwens de iPhone 11 die weer de beste camera heeft. Het is een lastige keuze, maar alles zo'n beetje samengevat denk ik wel dat de 11 Pro, ja ik ga het je zeggen, net even ietsje beter is dan die S10. Apple was zijn voorsprong, die het had, kwijtgeraakt aan partijen als Samsung, Huawei en ook Google's Pixel smartphone. Maar met de 11 is Apple weer terug aan de top. We hebben nog nooit zoveel e-bikes en steps getest als in 2019. Van David, die de innovatie verkende, denk aan een e-bike met ABS. Wat? Kijk, ik kan gewoon blijven sturen. Tot aan Bram, die een reeks maakte, The Last Mile, over wat de beste oplossing is voor je woon-werkverkeer. Meer vaart maken, jongen. Blijft hij staan? Ja, dat lukt hem. Hoppakee, snel door. Kinderwagen uit de weg. Hop. Ook gelukt. Hij blijft staan? Nee, hij moet toch even afstappen. En oh ja, over dat dingetje met steps en zo die niet op de openbare weg mogen in Nederland. Nou, wij zijn voor het legaliseren daarvan. Wij van Bride, wij supporten de petitie legaalrijden.nl. En daarmee proberen wij aandacht te krijgen in Den Haag om dit soort lichtgewicht elektrische voertuigen gewoon legaal te krijgen. Onze autotester Rutger reed weer elke maand in een nieuwe auto. Lucky bastard. Van de Audi e-tron tot de Mercedes EQC, de nieuwe Renault Zoe, de Kia e-Niro en uiteraard de Tesla Model 3. De best verkochte auto in Nederland in 2019. En dat is bemoedigend dat een elektrische auto zo'n succes is. Dan een paar losse highlights. De eerste is Apple Pay.
Hij checkt mijn Face ID. Als dat is goedgekeurd, dan hou ik hem bij de laser. En dan, als je een vinkje ziet, dan is het verwerkt en goedgekeurd. Ongeveer als laatste land in Europa kunnen nu ook Nederlandse klanten bij de drie grote banken gebruik maken van Apple Pay. En ik moet zeggen, ik vind het fantastisch. Ik gebruik het elke dag. En hiermee kun je dus wel aan het spenden blijven. Ik weet niet of dat voor iedereen een goed idee is, maar het kan. Ja, de tweede is TikTok, de social media sensatie van 2019. En ik geef je wel meteen een waarschuwing. Als je de app nog niet hebt en je downloadt hem en je opent hem, wees gewaarschuwd, je blijft kijken. Hey, you get down the fiddle and you get down the bowl. Kick off your shoes and you throw them on the pole. Dance in the kitchen to the morning light. Louisiana Saturday night. We hebben er 7 lange jaren op moeten wachten, maar dit jaar heeft Ziggo eindelijk een opvolger uitgebracht voor zijn trage Horizon Media Box. Met eindelijk dit keer wel een snel menu, ondersteuning voor 4K en apps voor Netflix, Videoland en ook YouTube. Helaas alleen wel verkrijgbaar volgens nog bij de duurdere abonnementen van Ziggo. Ga naar YouTube. Komen we bij de AirPods Pro. De gewone AirPods, die hebben een paar jaar geleden draadloze oordoppen doen doorbreken. He, ze bepalen zelfs het straatbeeld, witte dingetjes, en ze zijn niet aan te slepen. Zozeer zelfs dat je online struikelt over de neppers. Nee, ik heb ze allemaal gewoon los van elkaar, maar ik weet precies welke... Maar eerlijk gezegd, naast draadloos willen we tegenwoordig ook ruisonderdrukking. En nou, dat kennen we bij onze koptelefoons. We hebben die Sony, de 1000X Mark III, een hele fijne koptelefoon. Of deze nieuwe, het antwoord van Bose, de 700. Ook erg goed, staat ook in onze koopgids. Maar we willen dat het liefst ook bij onze oordoppen. Nu heeft Sony al een eerste setje gemaakt. Deze, die met die onmogelijke naam ook weer, ook iets met 1000. Heel goed geluid, echt wel heel goed gedaan. Maar je voelt een beetje dat verschil. Wat een ruisonderdrukking creëert in je oren, die druk die je een beetje voelt. En dat is waarom wij een voorkeur hebben voor die AirPods Pro. Die hebben dat dus niet. Kijk, en dat zit hem in dat ingenieuze luchtkanaaltje hier. Dat maakt het echt prettig om deze te dragen, ook als de noise cancelling aanstaat. Zijn we bij het laatste grote onderwerp aanbeland van 2019, de streaming war. De strijd tussen marktleider Netflix, nummer 2 Videoland en de nieuwkomers Disney Plus en Apple TV Plus. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is de beste streamingsdienst van het land? Met als grote winnaar, wij! Ja, er zijn nog nooit zoveel goede series en films geweest als op dit moment door die streaming war. En sure, weet je, als je op elke dienst een abonnement moet afsluiten, dan ben je per maand heus wel wat kwijt, ja. Maar hey, daar zijn proefperiodes voor en het delen van abonnementen. Hey, nog een paar snelle kijktips. The Irishman op Netflix, supergoeie film. The Morning Show op Apple TV Plus, beter dan verwacht. Chernobyl, wat een goede serie was dat, miniserie, op HBO, vind je via Ziggo. De 12 van Schouwendam op ons eigen Videoland, ja ja. En onze favoriet op de redactie, The Mandalorian op Disney Plus. Ik bedoel, kom aan, Baby Yoda! En kijk dan. Dit is onze kerstkaart voor jullie. Dit was hem, onze laatste video van 2019. We hebben er het hele jaar enorm van genoten. Hopelijk jij ook. En je gaat ons terugzien op 6 januari met onze eerste video's voor je vanaf de Consumer Electronics Show in Las Vegas, waar Erik voor jou op zoek gaat naar de tofste tech. But there's one more thing. Dit is de laatste video die ik ga maken voor Bright. Ik ga iets anders doen en ik zie jullie misschien ooit nog wel een keer. Tadaa! Ik ben Marijn Dogger. Ik was een jaartje weg bij Bright YouTube kanaal, maar ik ga weer terugkomen in 2020. Ik vind dat superleuk. Ik hoop ook dat jullie dat heel erg leuk vinden. En voor nu ga ik me heel erg voorbereiden op mijn tweede bestaan bij Bright. En wens ik jullie hele fijne feestdagen. Ciao! Namens het hele Bright team bedankt voor al je likes, subs en reacties. Fijne feestdagen van nu en tot volgend jaar. Bye!